Vrijdagochtend, vrijdagmiddag bijna. Ik ben druk met leerlingbesprekingen. Dus ik bespreek met leerlingen bepaalde toetsvragen online, één op één. Moeten ze zich voor inplannen. Ik heb nu nog een kwartiertje, dus ik loop even naar de bouwput. En dan over een kwartiertje heb ik weer nieuwe besprekingen. Samuel en Anel die komen om... half twee. Ja, ik wil mijn schoenen aan. Zo, hoppakee. Half twee moet ik ze ophalen tussendoor. Die komen dus even helpen. En morgen willen ze dat ook nog doen, geloof ik. Ik kan ook nog wat verdienen en zo natuurlijk. Hè? Helemaal super. Oké, we gaan even kijken wat we gisteren hebben gepresteerd tot nu toe. En dan kijken waar ik vandaag mee verder ga. De bouwput. Nou, ligt er maar een zootje bij. Want s'avonds dan ruim ik het elektrisch gereedschap en de verfdingen wel op. Maar de rest kost me dan te warm, zou ik het opruimen, tot toch weer aan ben als ik bezig ben. Dus ik houd even zo bij me, zolang ik bezig ben. Ik heb gisteravond als laatste nog deze vloeren gelegd. Die zijn mooi wit. Er zit een soort kalklaag overheen, gips, kalk. Maar dat is niet droog. Dus het droogt best wel traag. Dat kan ik me herinneren, bij het douchegebouw heb ik dit ook gedaan. Dat ik me zelf zorgen ging maken of het wel hard zou worden. Maar het wordt wel hard en dat duurt dus pas morgen, denk ik. Dus vandaag kunnen we daar binnen niks doen. Nou ja, drie van die vloeren. Kijk, het probleem is nu dan ook, als we daar binnen niks kunnen doen, wat we ook moeten oppassen wat we boven doen, omdat het, dan valt het natuurlijk naar beneden, de rommel. Dat willen we niet, wil ik niet. Laatste hokje. Wat ik gisteren ook heb gedaan, is die muur opnieuw in de verf, in de lazuur zetten. En dat is toch wel een stuk mooier geworden nu. Hè? Dus dit is echt de stalstructuur gebleven. Het is gewoon handmatig gebouwd, hè? Met geen spijkers. Dit is met houten verbindingen, is dit huisje in elkaar gezet. Als ik dit huisje zou verkopen hier, gewoon als huisje, en dan wordt het opgehaald door een of andere vrachtwagen ding. Ik denk dat je nog iets van 5000 euro voor krijgt. Misschien dat er een gek nog wel meer voor geeft. Want het zijn originele vakmanshuisje. Hoe dat in elkaar is gezet met die met dit soort verbindingen. Dus ik heb een raampje erin gezet aan de andere kant. En dan zou ik zeggen, ik heb er bijna spijt van, of tenminste, nou, het niet, het moet licht hebben. Maar bijvoorbeeld dan dit raam, en het laatste dus dit raampje, nog een beetje afwerken. Maar dan kom je die verbindingen dus tegen. Hier zie je dan zo'n verbinding. En dat moet je dan doorzagen en dan, dat doet bijna pijn. Dan denk je, oh jammer. Maar goed, mooi huisje. Het is gewoon dus een varkensschuur en tot bungalow wordt het. Daar wordt geverfd, maar die mag ik natuurlijk nooit op de video hebben. Nou, maar even als gebedje dat ik vroeger aan de muur had als kind. Maar goed, dan moeten we eventjes kijken wat we doen. Kijk, het huisje. Gaan we de buitenkant mooi maken. Dat is ook uitnodigd om daar naar binnen te gaan. Dus nou, natuurlijk nog niet van, maar dat wordt wel zo. Dat wordt hartstikke mooi. Mark my words. Samuel, lekker verder. Mooi man. Nou, half vijf zo, dat is donker. Dus er moet een licht aan. Samuel en Arno die willen al naar Bosnië weer. Kijk, ik heb hier de plafond planken erin geschaafd, ingelegd. Oké, dus als je dan niet naar boven gaat, ik ben nu een tekening gemaakt, zal ik ook even mijn vlog zetten. Het is zo'n ander idee als je niet naar boven gaat. Moet ik zien, dat is die plank van gisteren hier, dat is de vloer. En daar komt dan een bed en dan komen er drie ladders. Dan kun je naar je bedden lopen van binnen, zo doorhoofd wordt het. Tien over tien, s'avonds.
En ik ga in therapie. Ik ga je wel lekker schilderen. Gewoon in mineur. Vrijdagavond. Ik had verwacht blij te zijn. Ik zag echt uit naar het weekend. Gewoon de drukte van school. Ik had van 7 tot 9 uur vanavond. Dan was ik nog een soort helpdesk bemand voor het Panterijn. Via de laptop. En nu vrij. En nou, dan is het toch wel een beetje eenzaam. Ja, dat zal het wel zijn. Ik weet niet. Het heeft te maken met reacties van bepaalde mensen in mijn leven ook wel. Vind ik het ook wel apart dat we daar allemaal geregeld last van hebben. Of geregeld, in ieder geval vaker dan we willen. Dat mensen gekke reacties geven naar ons. Wat zijn we als mensen allemaal gek eigenlijk? Dat we continu gekke reacties aan elkaar geven of zo. Dat we elkaar in de grond willen praten of zo. Zo voelt dat wel eens. Maar ik ga nu niet psychologisch doen. Ik ga lekker even verven. Dat is een mooie hut. Zo gaat dat. En dan moet je er alleen nog een beetje gospelmuziek bij bedenken of zo. Maar die muziek, als het moment dat ik een video maak, dan stopt die dus. Zo werkt het. Zie je nog? Kunnen we herinneren? Die steentjes hebben we naar huis anderhalf jaar geleden helemaal. Oef, moet je opletten. Jij, wat is zenuwachtig van jullie? Wacht, moet ik het netjes doen? Niet te veel praten ook. En een lijntje hier. En hier ook. Oké. Zo wat dat. Allemaal steentjes. Oké. Even door. Twaalf uur al, was ik al klaar, bedoel ik. Dus ik had wel wat uurtjes therapie nodig. Maar ik was een 20 minuten bezig en toen kwam Zora langs. En dan heb ik, ik geef toe, ik biecht op. Ik heb met hem een derde borreltje gedronken. Een borreltje. Was dat moeilijk om hier nog wat te vinden, omdat het is allemaal leeggeplunderd. Ik weet niet hoe. Verdwenen, verswoenden. Ik had nog whisky en zo. Maar ik had een of andere Aldi fles. Kan ik herinneren in de. Ik zou niet de reclame maken of zo. Maar dit. Nou, ik zit dus al een half jaar of zo dat ik geen alcohol drink. Helemaal niks. Niet dat ik ooit een drinker was, maar vrijwel nooit. Maar ik had er ook altijd last van. Ik denk van het plezier weegt niet op tegen. Zeg ik het goed, tegen de ellende. Dus ik ben benieuwd. Ik voel nou ja, een kleine borreltje, ik merk er niks van. En morgen denk ik ook niet. Nou, ik heb dus ik heb de hele zolder. En wat betreft verven, die steentjes zitten er allemaal in. Dat voelt goed. Lekker, muziekje aan. En een beetje tot rust komen, een beetje nadenken. En het is nu zaterdag straks. Het is nu vrijdagavond, dus vrijdagnacht. Zaterdag, laatste weekend. Oh ja, dat moest ik nog even zeggen. Ik bedacht me ineens dat ik jullie beste kijkers en luisteraars helemaal dat nog niet verteld heb. Maar ik heb toch een ticket geboekt terug. Die bus is nog steeds niet in orde. Dat ligt niet alleen aan de bus. Maar ook degene die hem in orde moet maken. Dat duurt allemaal veel te lang. Het is ook wel een probleem hier natuurlijk aan onderdelen en zo. Dat soort dingen te komen of hem even te kunnen doormeten. Het is allemaal niet zo makkelijk. Dat is ook alweer zo. Nou, ik kan gewoon eigenlijk niet terug ermee.
Maandag vlieg ik terug. Dus het is mijn vrije dag, of eigenlijk mijn studiedag. En toevallig valt dat uit, die studie. Ik hoef niet naar Amsterdam komende maandag. Dus ik kom maandag terug. Zagreb wezen. Mocht iemand die het zien en zeggen, oh, daar ben ik toch in de buurt, dan komt ons dat even ophalen. We weten nog niet hoe we terug gaan komen vanuit Wezen naar Nijmegen station of zo. We moeten uiteindelijk naar Ede-Wageningen natuurlijk. Maar goed, hey, de toedels, hè? Slaap lekker.